Hallo iedereen, ik ben Ben. Vandaag doe ik weer een nieuwe adventkalender vlog. Dit is dag 7. Dag nummer 7. Dus, laten we meteen beginnen met deze. Nou, kijk. Oké. Dus, we zijn nu klaar met de markenmarathon. Laten we kijken wat hier nu vandaag in zit. Als ik hem open krijg. Wat weer, man. Oh. En Darth Vader gum. Dat is mooi. Die heb ik altijd al gewild. Dus. Nu op naar de Lego Advent Kalender. Hetgene waar iedereen naar uitkijkt. Want het is Lego. Oké. Kun je het zien? Dag nummer 7 zit hier zo. Ja, oké. Let's open it up. Laten we kijken wat we vandaag hebben. Oh. Het is een Ewok. Village. Dus tot nu toe hebben we dus Sailbarge, Scarlet Pit, een druide, Sandcrawler, een Jawa en een wapenstation iets. Dus laten we nu de Jawa dorp maken. Oké. Hoe zit die? Hoe zit het? Nou ja. Het eerste we beginnen met de drie bomen waar dit op staat gebouwd. Want ja, dat is toch wel belangrijk dat er bomen zijn. Waar het op bouwt. Ziet er veel te hoog uit. Klopt het wel? Ja. Oké. Kan je hem nu zien? Nope. Toch wel. Ja, oké. Zo. We hebben hier een van de Ewok hutjes, denk ik. Ja, dat ziet er wel uit als een Ewok hut. Die. Het hele ding breekt open. Breek kapot bedoel ik. Dat is niet mooi, hè? Dat is niet goed. Nee. De tree tops maken even. Het bladerdek. Hoe zit het kampvuur? Oké. Nou, ziet er wel flex uit. Was eigenlijk zelf. Oké. Dus dit is de Ewok Village. Hopelijk krijgen we morgen dan een Ewok. Ja, hopelijk wel. Vorige keer hadden we 3 voertuigen en dan een character. Nu hebben we weer 3 builds en dan 1 character. Hopelijk krijgen we dan volgende keer weer een character. Dus ja, dit was het extra onderdeel voor vandaag. Deze jongen. Dus die doen we in de extra onderdeelzak. Waar ben je? Ik heb geen idee. Oh, hier. Dus doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie in de volgende video.